Sven van Overbeke en we praten zoiets met Tim O'Neill naar Peru, het Antwerpenij. Ik heb al veel gehoord dat het supergoeie golven zijn, dat het goed weer is daar, dat de cultuur ook mooi is. We kunnen niemand dreigen, dat is weer typisch. Stress. Veel stress. De plankjes worden nog niet ingepakt. Dank wel, want het hele goede golven gaan worden. Ik kan daar eigenlijk al veel van gehoord. En dat er daar ook de langste golf van de wereld is. Heb je gelezen deze? Heb je gelezen? Ja. Ja, ik heb wel vertrouwen in haar. Even wachten. Ja, vertrekken zullen we wel kunnen, maar als we extra moeten betalen voor het boord, is dat ook niet echt prettig. 150 euro. Ja, dus. Kietse boardback zit de feite hun boven mijn plank. En dat is weer 150 euro gespaard. Volgende roep. Driver de acá del bus, como si era Punta Hermosa. Ziet er wel deftig uit, hè? Estamos en Puerto Viejo, estamos a 70 kilómetros de Lima, de la capital de Perú. Estamos con el Team O'Neill. Hoy es un día regular, no está muy bueno, pero vamos a poder disfrutar buenas olas. Hay un poco de viento. Mega goede golf. Kun niet meer. Je hebt weer home voor duur, dus je kunt er geld uit nemen. Het is lang home, dus moet je geld uit weer wandelen. Dus ja, achter een paar homes zie je wel goed. Oh, het was super goede golf, echt. Dat is de eerste keer dat ik op zo'n mooie lange golf zit. Dat was leuk. Ai! Qué rico bandolero! Y dice... ¿Cómo? Faltan 2 minutos. ¡Ya empezó! Estamos en Caballeros. Las olas están buenas. Vamos a correr contra el equipo de Bélgica. Perú contra Bélgica va a ser un campeonato de hermanos, de brothers. Está bueno, buenas olas. Le han dicho que mejoró las condiciones, ayer muy soplado y ya está mejor. Elke competitie die je meedoet, leer je bij. En dat is cool dat we hier nu op prijs zijn en dat hier zo local. Ja, een wedstrijdje hebben georganiseerd waar we kunnen dan deelnemen. Die man zijn echt zich hier, hè. Hoog niveau. Wow, wind pees ik toch niet dat er is, hè. Maar we surfen voor de vernedering zo laag mogelijk, zo'n pees. Ja. Look at this. Ik heb daar eerst mijn hit gepasseerd en die zit ik in de finale. Ik hoop dat ik een paar goede golven ben. Ik ga mijn best doen. Jordi, maar je zit wel met een paar surfers in de heat die
dan er volledig over aan. Agarré buenas olas con tamaño, todo. Todos corrimos bastante bien, creo yo. Empezó la segunda serie. Meteen is dat nog redelijk afgelopen voor mij. En moet straks de finale surfen tegen nog een paar Peruvianen. Ik ben wel ik ben benieuwd welk niveau dat er dan in het water gaat liggen. Ik had niet verwacht dat ik hier ging doorgaan. Ik had in feite echt niet goed gesurfd. Ik had één manoeuvretje dat er een beetje door kon, maar voor de rest niet. Va a ser difícil para él, pero en el surfing todo puede pasar. Vamos a ver cómo le va Neil. Suerte por él. Ik was wel nog voor een goede hoofd met hè. Ik was nog content van die laatste heat. Het was mijn beste dan al. Me tocó la olita y gané. Estoy cansado. Vamos a la escalera, vamos a hacer una foto recuerdo. El Team Bélgica y Punta Hermosa ahí en la escalera, vamos a hacer una foto allá. Ahorita para irnos rápido.